De historische kring Haaksbergen hield er een jaarlijkse open dag in het historisch centrum. Dit jaar was er een exclusieve foto-expositie en een PowerPoint-presentatie te zien van Marke tot Maatschap. Dit jaar hebben we een expositie van in principe het landbouwboek van Marke naar Maatschap. En dan hebben we een helemaal verkort ingedikt natuurlijk om dat te laten zien. En we hebben heel veel foto's bij gezocht. En dat gaat dus eigenlijk over de boeren. Het begint toen ze nog de marken niet waren in Haaksbergen. Tot nu. Tot die grote, die megaboerderijen en de megastallen. Daar gaat het over. Waarom hebben jullie voor deze expositie gekozen? Nou, daar heb ik persoonlijk niet voor gekozen. Ik heb dus meegewerkt aan het boek. En er werd mij gevraagd of ik mee wilde helpen. Dus wat precies de oorzaak is waarom wij dat gekozen hebben, kan ik jullie niet zeggen op dit moment. Hoe is de publieke belangstelling? Het publiek, maar tot nog toe goed. Ja, is, ieder jaar is dat altijd heel duidelijk en de mensen die vinden dat mooi. Ja. Worden weer oude herinneringen opgehaald? Ja, sowieso. En iedereen herkent weer iets. Of ja, die zegt, oh ja, dat was zo en dat was zo. En gelukkig dat we niet meer in die tijd leven. Dat is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Dat ze zien, oh zo ging dat vroeger, weet je wel. En, die herinneringen worden dan allemaal opgehaald toen het nog met paarden ging en alles. Ja. De wereld is wel veranderd, hè? Is heel erg veranderd. Heel erg veranderd. Alles is, hadden wij hier dus ook van Mansholt, die alles maar groter en groter en groter wilde. Maar ja, nu zie je toch weer een tendens dat alles weer kleinschaliger moet, hè? Dat het toch allemaal niet door kan gaan. Jullie hebben ook een film. Hoe is daar de reactie? Ja, die vinden ze allemaal heel mooi. Het is echt een PowerPoint. In principe gaan we nog langer, maar dat kan niet zo heel lang. Dus het is wel beknopt. Maar iedereen is heel enthousiast, ja. Ja. Als mensen meer informatie over de historische kring willen, waar kunnen ze dan terecht? Dan kunnen ze terecht hier op de historische kring. We hebben een site. En ze kunnen hier natuurlijk komen. We hebben een open huis. Donderdagavond is het open. Vrijdagmorgen. Vrijdagmiddag. En dinsdagmiddag is het open. Dus ze kunnen altijd terecht. Ze kunnen ook bellen of mailen. Maakt niet uit.